Rio. Hi. Pieters Nieuws. Hallo. Ben je nog bekend met Pieters Nieuws? Welke nee, nog, ook... nog niet van gehoord. Nee, helaas. Maakt niet uit. En dat is maar goed ook. Heb jij nog een bepaalde aandachtspunten voor waar die je kwijt zou willen voor van de afgelopen week? Nou ja, het belangrijkste van de afgelopen weken is denk ik om ons te realiseren dat we onze vrijheid nog absoluut niet terug hebben. Veel mensen denken van ach, we zijn nu van die coronamaatregelen af, dus het maakt allemaal niet zoveel meer uit. Maar we zien ondertussen dat alles is nog in volle gang. Er wordt nu 30 miljoen geïnvesteerd in de verlenging van de QR-code. Ik vind het een beetje lastig om hier doorheen te praten hoor, want ik hoor nu twee verhalen door elkaar. Maar anders dan kunnen we misschien dadelijk even, als dit is uitgesproken, want ik hoor nu en ik luister, dus dat is een beetje... Maar precies, het is nog lang niet voorbij. Dat is zeker. Dat zeker, dat is het belangrijkste. We zijn er nog absoluut niet uit, dus... Laten we het later nog even verder doen, ja. Dat is goed, we spreken elkaar later nog een keer. Ja, dank. Dankjewel. Voor het eerste gesprek met Gideon. Dat was Gideon van de Forum. Belangrijke persoon. Radio. Omroep Onderwil ook met hem in gesprek.